Lars, gefeliciteerd. Je had geen betere terugkeer in Nederland kunnen wensen, denk ik. Nee. Goede overwinning, denk ik. Wat ik zei, van de laatste plaats af nu. Dus ja, ik denk dat het ook verdiend was. We hadden veel strijd geleverd. Eerst zelf goede aanvallen. Dus ja, we zijn heel blij. Had je in het veld ook het gevoel van, we kunnen hier wel eens drie punten gaan pakken? Ja, ik denk dat we ze aardig terugdrongen de eerste helft. Misschien hadden we moeten scoren, hadden aardig wat kansjes gehad. Maar uiteindelijk zijn we tevreden met dit resultaat. Voelde je meteen op je plek in de Osse defensie? Ja, het is fijn om gewoon weer ook in Nederland terug te zijn. En ik denk dat we goed verdedigd hebben met z'n allen. We hielpen elkaar, liepen elkaars gaten dicht. Dus daar begint het allemaal bij. Zowel voetballend als verdedigend stond het inderdaad goed. Je kon er wel vaak inschuiven, hè, qua balbezit. Ja, daar was heel veel ruimte voor. Ik denk dat het achter de spitsen wel aardig open lag. En er waren een paar momenten dat we... Misschien hadden we het nog meer kunnen doen in de tweede helft. Maar er was zeker ruimte, ja. Na de 1-2 was nog eventjes tegenhouden. Maar jullie stonden wel zo'n blok voor het goal, hè? Ja, ze hadden goede corners. Die draaiden ze goed in. Ze gingen allemaal voor Mike staan. Dus dat was wel was lastig. Maar ik denk dat we mannelijk hebben verdedigd in de corners ook. En dus dat is een goed teken. En ook na de 1-0, de tegentreffen, hebben jullie ook echt strijdlos getoond. Ja, en dan moeten we ook nog naar binnen een minuut voor tijd. Dus zij tegen elkaar nog 1 minuut en elkaar oppeppen. Is dat lastig? Nou ja, je moet je niet uit je focus laten halen. Ik denk dat het belangrijkste is. En gewoon elke bal wegschieten. En dan vrijdag weer scherp tegen ADO. Ja, vrijdag ook een lastige wedstrijd. Maar we hebben nu een goede stap gezet. Dus hopen dat we dat door kunnen trekken. Rochon. Wat een moment. En daarna eigenlijk, wat een overwinning hier zeg. Toch genieten. Zeker weten, man. Vorige keer liep je niet zo lekker. Dus we hadden iets goed te zetten. En dat hebben we vandaag gedaan. Ik vond jullie vanaf minuut 1 eigenlijk heel rustig aan de bal. En ja, jullie wisten iedere keer de vrije man te vinden. Hoe kwam dat? We hebben de afgelopen week goed op getraind. We zijn er serieus mee aan de slag gegaan. En dat is te zien weer in de wedstrijden. Dus dat is wel fijn. Als je naar de statistiek kijkt, behalve op de heenwedstrijd tegen Cambuur, krijgen jullie eigenlijk niet heel veel tegengoals. Vandaag ook niet. En staat achterin best wel goed. Was de 1-0 dan wel een klap? Een klap niet. Want ik voelde daarna dat we gewoon weer sterk bleven spelen. Dat we onze koppen niet lieten hangen. En dat is altijd wel fijn dat je gewoon weet dat je de wedstrijd nog kan pakken. Jullie toonden lef hier, vooral ook na de 1-1. Dan, jullie gaan niet het punt behouden, maar gingen echt voor de overwinning. En dan... Komt jouw moment. Neem ons even mee. Ja, ik moest eigenlijk naar de eerste paal gaan. Alleen, ik dacht toch even iets anders te doen. Dus dat heeft goed uitgepakt. Hij was niet ingestudeerd? Nee, totaal niet. Helemaal niet. Maar je ziet de bal komen en dan weet je al, die gaat het netje laten bollen? Ik denk, toen ik de bal raakte, wist ik dat hij de goede kant op ging. Of ik stuurde hem de goede verre hoek in. Dus toen wist ik dat het wel een doelpunt was. En de ontlading was daarna ook echt heel groot. Ik zag de bank opspringen, ik zag het team juichen met z'n allen. Een heerlijk moment voor jou, denk ik ook persoonlijk. Ja, zeker. Ik wilde eigenlijk naar de bank toe komen, maar ik werd al snel door de andere jongens die op het veld stonden vastgehouden. Dus, mooie ontlading, mooi om te zien. En het is goed zijn van de laatste plek af, dus dat is altijd ook wel fijn. In de eerste seizoen zat het juist op deze momenten tegen. En nu staan jullie juist op, tweede week op rij, dat jullie de 3 punten pakken. Waar ligt dat aan? Hoezo gaat het nu wel goed? Ik denk hoe langer je met elkaar speelt, hoe beter je op elkaar bent ingespeeld. Hoe beter je elkaar ook gaat leren kennen. Dus ik denk dat je daar gewoon mee aan de slag moet gaan en verder moet doorpakken naar de volgende wedstrijden, want we kunnen nog heel veel punten pakken. Er waren een mannetje of 20 supporters mee, helemaal vanuit Os meegereisd, net zoals jullie, naar Leeuwarden toe. Toch nog even mooi om daarna een momentje met hun te hebben, toch? Ja, tuurlijk. Ze komen hier op een maandagavond helemaal naar Leeuwarden toe rijden. Het is niet bepaald om de hoek. Dus mooi moment. Fijn dat ze ook gewoon altijd achter ons blijven staan. Hoe wij het ook doen. Zeg maar, ze blijven komen naar de wedstrijden. Dus ook mijn complimenten en mijn complimenten naar de fans ook. Dankjewel, Rochon. Geniet ervan. Ruud, Cambuur uit is op papier niet de makkelijkste wedstrijd. Maar ik denk dat je hier 3 heerlijke, maar bovenal terechte punten boekt. Ja, vind ik wel. Je weet dat het hier hectisch is en je zegt op papier, maar ook in de praktijk is dit niet makkelijk. Zij zijn de meest scorende ploeg van deze competitie. Maar als je de wedstrijd analyseert, dan vind ik wel dat we het verdiend hebben gewonnen, absoluut. En de verdediging stond weer goed.
Ja, je ziet dat we power erbij hebben gekregen. Het is niet makkelijk. Lars heeft een tijd niet gespeeld. Maar ik vond ook de rest behoorlijk goed verdedigd. Als team hebben we goed verdedigd. En ja, de plannen die we hadden, die kwamen er prima uit. Ik vond jullie, ik had net ook al tegen Russell Weimar gezegd, ik vond jullie heel rustig aan de bal en ook heel zuiver aan het begin. Ja, natuurlijk zijn we constant bezig. We hebben een goede week gehad. Vorige week ook, waarin we dingen laten zien en ook trainen. Nou oké, dan krijgen ze meer vertrouwen, wat meer rust aan de bal. En dan zie je dat een team die ons onder druk wil zetten, dat we daar onderuit kunnen voetballen. Nou, en we kunnen ook vanuit een tweede bal spelen. Dus al met al hebben we verdiend gewonnen. We zagen eerder toen wel eens een keer dat de kopjes gingen hangen naar bijvoorbeeld een 1-0 achterstand. Vandaag gebeurde dat niet en leek je dus zelfs nog beter te worden na de 1-0. Ja, omdat die goal, daar baal je een beetje van. Tegen, maar oké. Okay. Maar we hebben wel altijd de veerkracht om terug te komen. We hadden de jongens al in het veld staan, aanvallend. Ja goed, en dan is het lekker als je vrij snel gelijk maakt en daarna pak je de overwinning. Maar dat is wel goed om te zien. En dat je niet bij de pakken neer gaat zitten. Trouwens, dat hadden we in de thuiswedstrijd ook, toen we nog met 11 stonden, kwamen we ook terug. Dus ja, dat is... De tweede zegen op een rij, weer in de laatste minuten. Het zit aan jullie kant nu, hè? Ja, maar daarom moet je ook power houden, zoals je op het laatst zag, duels winnen, snelheid houden. En ik zag een team, nou eigenlijk een hele selectie die voor elkaar gingen. Nou, dan is het mooi om te zien, wie het ook is, dat ze dat prima hebben uitgevoerd. En dan is het lekker als je vanaf hier een lange reis hebt, dat is een bijzaak, maar ook met de supporters. Maar hier winnen, ja, dat zal voor velen een verrassing zijn. Maar als je de wedstrijd hebt gezien, dan denk ik dat we het goed hebben gedaan. Jullie hebben het afgedwongen? Ja, uiteindelijk wel. Terwijl meezitten. Maar ik denk wel dat we goed in de wedstrijd zaten. Je zei het al, een lange reis, maar denk een hele prettige terugreis. Ja, zonder meer. Tuurlijk spelen dingen in je hoofd mee van destijds. Rode kaart, terwijl we goed in de wedstrijd zaten. En een collega trainer die roept dan bijna iedereen scoorde, riep ik in de kleedkamer. Maar ik denk dat zij dit niet hadden verwacht. En ik ga met een redelijke glimlach ga ik hier weg, ja. Het straalt er vanaf, Ruud. Ga er even van genieten.